Deze clip gaat over de niet-specifieke bevindingen tijdens de palpatie. We bedoelen hiermee bevindingen die niet gerelateerd zijn aan een welbepaalde aandoening ter hoogte van een structuur. Tijdens het orthopedisch onderzoek is het belangrijkste de localisatie van het probleem vast te stellen, naast uiteraard het inschatten van de ernst en de dringendheid. Hoe kan je aantonen dat een bepaalde structuur aangetast is? Daarvoor willen we een aantal zaken nagaan. In de eerste plaats willen we kijken of een dier de betreffende poot ontlast, of er dus manken is. Dan checken we of er spieratrofie is. En ter hoogte van de verschillende structuren, belangrijkste gewrichten, omdat daar de meeste orthopedische aandoeningen zijn, maar ook bot, pees en spier, zoeken we bepaalde niet-specifieke bevindingen. Dit wil zeggen, zaken zoals zwelling of pijn kunnen we ter hoogte van iedere van deze structuur vaststellen. Daarnaast zijn de specifieke bevindingen specifiek gerelateerd aan een bepaalde aandoening, bijvoorbeeld een positieve schuiflade bij een kruisbandruptuur ter hoogte van de knie. Bekijken we die niet-specifieke bevindingen nog even in detail? Wat kunnen we ter hoogte van een bepaalde structuur voelen? We kunnen er zwelling voelen, de beweeglijkheid controleren, die kan vermeerderd of verminderd zijn, en de pijnlijkheid kunnen we nagaan bij druk of bij manipulatie. Dit zijn de meest voorkomende bevindingen ter hoogte van gewrichten, maar ook ter hoogte van de andere structuren. Uiteraard, de beweeglijkheid is iets specifiek voor gewrichten. In mindere mate zijn er nog andere zaken die we kunnen voelen, namelijk crepitatie, bijvoorbeeld bij erge heupdysplasie of erge chronische knieproblemen. Warmte. Bij zeer actieve processen, zoals infectie of neoplastische processen. Deformatie, vooral bij botten, kunnen we een valgus varus ten gevolge van kromming ter hoogte van het bot of hoekvorming bij malunion. En tenslotte kunnen we ook een defect voelen, en dit vooral bij pees- of spierletsels met een acute scheur of defect. We kunnen, zoals gezegd, al deze zaken ter hoogte van de verschillende structuren voelen, met uiteraard een verschil in frequentie of mogelijkheid. Wanneer we een dier onderzoeken, doen we dit in twee stadia, de palpatie tenminste. We beginnen bij het palperen van het lidmaat, waarbij we kunnen vergelijken met de andere kant, en we vooral de spieratrofie en zwellingen of asymmetrieën nagaan. En daarnaast kunnen we ook de aparte structuren onderzoeken, de gewrichten als belangrijkste structuren, maar ook de lange beenderen, de pezen en de spieren.